We beginnen onze tocht in dit kleine meertje, vlak onder Sloten. Het ontstond door de winning van doorzeild zeewater doordrenkt veen, dat ter plekke werd verbrand om zout te winnen. Vroeger zal het iets minder idyllisch zijn geweest. Nu is het een ideaal plekje om te overnachten, zo vlak buiten onze jachthaven. We gaan vandaag op zwerftocht door Friesland, waarbij we eerst een stukje Prinses Margrietkanaal meepakken. En waar we uitkomen? Via de Koevoet en de Jaansleert komen we op de Langwarder Wielen. Het lijkt natuurlijk water, maar ook deze meren zijn ontstaan door mensenhanden. Vooral de veengraverij veroorzaakte deze nattigheid. Maar ook de wind speelde een grote rol, want waar sloten elkaar kruisten, verwaaide zo'n kruispunt uit tot meertje. Vanuit de Langwarder Wielen varen we de kaai in, dat even verder overgaat in de Vammensrakken. Vier viaducten op rij en eigenlijk een vijfde. Dit zijn de fundamenten van de brug van het voormalige tracé van de stoomtram tussen Sneek en Joure. De trambaan wordt tegenwoordig gebruikt als wandelpad. Alleen de brugdekken zijn gesloopt. Hey, we zitten nu op de Jensenmarkt. Eigenlijk heb ik wel zin om naar dat meertje verderop te gaan, wat erachter ligt. Ik ben alleen even de naam kwijt, weet je het nog? Ja, langs de poel heet hij. Waarom wil je daarheen? Dat is nog wat rustiger dan Jensje maar, want hier zit je nog een beetje dicht bij de snelweg. Wat grappig hè, dat kleine huisje daar op het eiland. Ja. Ik heb wel eens gelezen dat het van een vereniging is. Ja, eigenlijk helpt niet en is het wel bewoond hè. Ja. Het is wel een heel leuk plekje. Het is ook al een heel klein huisje. Erg klein huisje, ja. We overnachten in de Langstertenpoel. Langstaartenpoel in het Nederlands. Een typisch gevormd meertje, ontstaan uit verwaarde staartvormige sloten. Ooit waren het er zeven, maar nu zijn er nog maar vier. S'avonds luisteren we naar de karakteristieke roep van de roerdomp. Deze zeldzame vogel laat zich wel horen, maar helaas niet aan ons zien. Gelukkig wel aan Mark Plomp van de Stichting Natuurbeelden. Dank daarvoor. Door een van de staarten van de Langstertenpoel varen we verder. Op onze zwerftocht door Friesland. Dat zie je in een volgend filmpje. Bedankt voor het kijken. En vond je de video leuk? Als je je abonneert, krijg je nog veel meer mooie vaarvideo's.